Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. En deze week rijden jullie weer met mij mee. En we gaan een weekje demo rijden met de nieuwe DAF XG Plus. En ik mag een weekje Frankrijk rijden met deze auto. En eens kijken of deze auto bevalt en wat het brandstofverbruik is. En gewoon alles uittesten. Dus dat is wel interessant. En ik denk voor jullie ook wel leuk om mee te kijken. Nou jongens, zoals ik net al zei, we zijn dus onderweg met de nieuwe DAF XG Plus. Die is mooi groot. En ik vind het op het oog een ontzettend mooie auto. Ik heb er nu een kleine 400 kilometer mee gereden. Het is natuurlijk allemaal vreemd, nieuw, wennen. Het is totaal wat anders als mijn eigen DAF natuurlijk. En dat moet ook. Dus ja, ik ga er een rondje Frankrijk mee doen. We beginnen straks onder Epinal. Dan ga ik naar Luren. En vanaf Luren ga ik naar Lyon. Saint-Étienne. En dan nog een stukje daar de binnenlanden in. We hebben een goede vracht erop, 26 ton zowat. Dat moet ook, ze hebben een mooi rondje voor me uitgekozen. Dus ja, we gaan het wel zien deze week wat die auto gaat doen. En ik zou jullie wat proberen te vertellen over die auto. Maar goed, dan moet ik eerst zelf natuurlijk nog even een beetje kijken hoe en wat. Ik heb wel een hele goede uitleg gehad, vrijdag. Dus dat is wel een voordeel. Dan zou ik jullie een beetje mijn bevindingen, vertellen, wat ik ervan vind. Maar op het eerste oog is het echt een fijne auto. Je hebt goed zicht, vind ik wel een hele verbetering. De zit achter het stuur, je zit echt... goed, mooi recht. Alles bij de hand. Dat vind ik echt, echt heel fijn. En eindelijk kan het stuur van de DAF verder naar je toe. Dat vind ik ook een heel groot pluspunt. Dus dat is het even voor nu. Dus we gaan eerst nog even een lekker stukje rijden. Nou jongens, de eerste eraf eruit, dat ging snel. 10 minuten, 3 pelletjes hier gelost met plastic handschoenen. Nu gaan we naar Luren, dat is niet zo heel ver. Hoe ver precies, weet ik niet, maar het is niet ver in ieder geval. Dus dan moeten we 1 pellet lossen, dus dat gaan we zo zien. Nou jongens, planning even gewijzigd. Ik maak hier gelijk even pauze. Dan kan ik gelijk even wat eten. En nou heeft deze auto iets moois. Hier zit de draaibare stoel in, dus dat is helemaal goud. Dus ja, we zetten die hendel om. En ze zeiden wel, je kan beter niet op zitten. Tenminste, niet op zitten, dat ken wel, maar het draaien is het makkelijker als je gewoon. Als je er niet op zit, maar dat maakt niet uit. Tafeltje. En dan met een gouden saladetje. En dit is toch helemaal fantastisch, jongens. Ze zitten er achter. Hup. Dit is echt fantastisch. Ik hoop als ik een nieuwe auto krijg dat ik dit heb. Dit is echt top. Kijk.
En tenminste gewoon goed fatsoenlijk zitten. Voetjes onder de tafel. Helemaal geweldig. Nou, ik heb in Luren ook gelost. Ik mocht bij het bedrijf niet filmen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was één pelletje, dus het is niet heel spannend. Ja, nu ga ik mijn dag volrijden. Ik mag nog een uurtje of twee. En dan gaan we het wel zien waar we vanavond belanden. Maar, ik wil die auto niet afzeuren, want die auto is echt tot nu toe super. Het rijdt echt lekker. Echt. Maar, ik heb wel een minpuntje gevonden. Ja, die ga ik ook benoemen natuurlijk. Het raam kan maar tot zover open. En dat is echt met achteruitrijden een beetje kleuten. Laat ik het zo netjes zeggen. Want je zit echt, ja, ik snap het wel. Want doordat je meer zicht hebt, maken ze die deuren aan de buitenkant natuurlijk steeds korter. Dus ik begrijp het wel. Maar dat vind ik wel echt een puntje. Dat is echt vervelend. En zeker als ik met deze auto de trein op zou moeten. Dan moeten wij natuurlijk altijd helemaal zo naar buiten hangen. Dan weet ik nou al dat ik hier al een soort blauwe plek heb van het gebonk op die trein. En dan op dat raam leunt. Dus dat is een puntje van kritiek. Je doet er niks aan. Maar goed. Vooruit. Dus ja. We gaan nou weer gauw verder. Ik zal ook eens geluk hebben. Ik wou naar een restaurant. En het is vandaag 9 mei. En het restaurant is vanaf 1 mei gesloten. Dat is een beetje jammer. Maar goed. Het is maandagavond. Op zich vind ik niet zo erg. Dus dan heb ik altijd nog wel het een en ander bij me. Al heb ik natuurlijk niet mijn eigen auto. Dus de keuze is minder. Maar de koelkast is nog vol. Dus komt goed. Ja, en misschien kunnen we dan wel vanavond eens even het een en ander vast doornemen van deze auto. Dus op zich komt het niet zo heel slecht uit, maar het is echt, het is weer niet te geloven in ieder geval. Nou, zoals jullie zien heeft die auto 3,4 gelopen vandaag. Door de Ardennen en helemaal binnendoor door de Vogezen. Dat gaat heel aardig op en neer, dus dat vind ik zeker niet slecht. Nou klopt de 780 kilometer niet helemaal, want er is zaterdag al denk ik 60 kilometer mee gereden ongeveer. Nou jongens, ik weet niet of jullie wel goed kunnen zien, maar de rondleiding komt morgen. Ik zit eigenlijk lekker met die draaistoel, dat is top. Zit een beetje film te kijken. Ja, morgen meer, dus ik ga zometeen, ik kijk mijn film af en dan kijken, ga ik zometeen lekker het bed uitproberen, dus dat horen jullie ook morgen. Tot morgen. Goedemorgen dames en heren. Het is 6 uur en we gaan weer wat doen. En ik heb het bed voor het eerst uitgeprobeerd vannacht. En zo,
Dat heb ik lekker geslapen, hé. Niet normaal. Ja, in mijn eigen auto is het bed al goed. En dat staat daarvoor natuurlijk bekend, omdat het bed goed is. Maar dit bed is ongekend. Echt. Oh. Echt lekker geslapen. Dus, nou ja, we kunnen een mooie uitgeruste dag beginnen. En nu, ja, even een bakje koffie zetten. Dat is een beetje behelpen. Jullie zien het, maar even gauw mijn gast dan meegenomen. En een pannetje water op het vuur en een beetje oploskoffie. Want, ja, moet toch wat. Maar goed, dat is voor een weekje niet zo erg. Dus, ik ga even mijn koffie afmaken en dan gaan we rijden. Ondertussen zijn we alweer anderhalf uur aan het rijden of zo. Het rijdt echt lekker, die auto. Het enige waar ik heel erg aan moet wennen is, zeg maar, dat die auto zelf ook remt. Dus als je voorganger te dicht in de buurt komt, dan remt die automatisch. Ik vind het echt top uitvinding, maar het is wel omdat ik dat zelf op mijn eigen auto nog niet heb, zeg maar. Ja, zeker zoals gisteren zit ik dan continu met mijn voet op de rem, of ja, boven de rem, zeg maar. Weet je, dat is een beetje, is heel vreemd. Ja, daar wen je wel snel aan. Ik vind het wel echt mooi. Ik heb zelf heel graag veel afstand, dus ik heb dat ook op maximum ingesteld. En ja, dat werkt wel echt heel mooi. Dat is geen uitvinding van DAF of zo, maar ja, dat zit tegenwoordig op alle moderne auto's. En dat, ja, ik vind dat wel mooi werk, hoor. Nou jongens, we gaan hier een soort, ja wat zijn het, een soort hardstenen blokken of zo gaan we lossen. Die wegen 3 ton stuk, het zijn er 3, dus we zijn gelijk zo 9 ton kwijt. Maar ze zijn even in overleg hoe ze het eruit gaan halen. Maar... Dus we zijn gewoon een mooi stukje gewicht kwijt gelijk. Nou jongens, deze is eruit. Het is ondertussen 9:50. We gaan nu naar Dardilly en dat ligt bovenkant Lyon. Ik ga wel iets minder in op het lossen. Ik laat wel zien wat erin zit, hè, dat het wel reëel is, dat het gewicht erin zit. Maar ik ga er iets minder op in met vastmaken of losmaken of zulke dingen. Want ja, ik wil zoveel mogelijk natuurlijk van de auto laten zien en wat de auto doet. Dus vandaar dat ik het lossen en laden. Ik laat wel iets zien, maar... Ik vind het niet heel relevant, zeg maar, in deze video. Dus vandaar. Zoals jullie nu zien, zit ik in de afdaling. En hij houdt hem. Ik heb, zeg maar, de cruise nu op 84 gezet. En ik wil, zeg maar, niet dat die auto over de 90 naar beneden loopt. Omdat ik dat bewust niet doe.
omdat er in Italië hoge bekeuringen op staan, dus dat doe ik bewust niet. Daarom hou ik hem altijd op de 90, want anders gaat de klok knipperen. Maar dat houdt hij dus keurig op de motorrem. Dat vind ik wel heel prettig. Ik moet wel zeggen, gisteren met 25,5 ton liet hij hem wel ver gaan, vond ik. Nou, hij remt hem wel terug, maar vond ik redelijk lang duren. Maar hij doet het wel. Hij doet het wel. Dus dat werkt op zich goed. Ik moet daar wel aan wennen, want ik heb zelf een retarder. Dus dat is altijd iets ja, sterker, laat ik het zo maar zeggen. Maar het werkt prima. Nou, we zijn er, jongens. En hier gaat er 12,5 ton uit. Dus dan zijn we het meeste gewicht wel kwijt. Hier gaan vaten en IBC's eruit. Jongens, ik mag toch niet naar binnen, dus dan kunnen we weer even over de cabine praten. De cabine die is 33 centimeter langer als mijn huidige auto. En de wielbasis is ook iets langer. Volgens mij, uit mijn hoofd, is de totale trekker 16 centimeter langer en is de wielbasis 4 meter. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, want ik heb zoveel informatie gekregen afgelopen vrijdag. Dus ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Ik weet wel dat de cabine 33 centimeter langer is. Dus dat is top en dat is ook zeker te merken. Ja, dus daardoor heb ik ook een andere draaicirkel. Dus daardoor ging ik ook net niet zo hard. Ik ging al via mijn verkeerde kant, moest ik erin draaien. Maar dan moest ik even kijken met dat stoppie, dat ik echt zoiets had van ja, ik weet niet precies. De draaicirkel is anders, laat ik het zo zeggen. Ja, jongens, moet je horen hoe die deuren sluiten. Dat is wel echt top. Dat is echt een wereld van verschil met mijn auto. Gelijk even over de zijvakken hebben. Zoals jullie zien zijn de zijvakken echt mega groot. Alleen, dat vind ik persoonlijk jammer. Het gaat maar ten koste van de ruimte onder je bed. Ik heb onder mijn bed van mijn eigen auto
zitten nog vakken. Daar kan ik allerlei spullen in kwijt. En er zit bijvoorbeeld ook mijn omvormer. Dat is helemaal verdwenen. Doordat je hier een elektrisch bed hebt. En met een lattenbodem. Is dat helemaal verdwenen. Maar daardoor heb je wel hele grote zijvakken. Maar persoonlijk had ik liever een iets minder groot zijvak gehad. Dat je iets meer bergruimte binnen had. Maar goed, dat is denk ik ook een persoonlijk dingetje. Een andere vak aan de bijrijderskant, die is nog groter. Je kan dus wat een kleuter in doen. Dat is helemaal niet normaal. Dus je kan er wel een hoop spullen in kwijt, maar nogmaals, ik had het liever, zeg maar, bij mij heb je zo'n stukje nog waar je een hoop spullen in kwijt kan, onder je bed. Dat is dan, dat, ja, vind ik jammer. En moet je horen, jongens, hoe dat sluit. Top! Jongens, ik sta in de pauze in Lyon en ja, dan kunnen we maar beter even een rondje auto doen. Nou, zoals jullie zien, er is ruimte zat, meer als zat. Dat is ja, top. Nou, hierboven kasten. Nou, hier zitten dan mijn spullen in. Hier hebben we nog een grotere kast. Deze kast is hetzelfde als die. Hier zit netjes een dakluikje in, vliegenhorretje. Dit is het bovenbed, dat is natuurlijk, dat verschilt niet met mijn auto. Maar ja, achter de stoelen hier heb je nou wel iets meer ruimte. Dat is eigenlijk 33 centimeter en het bed is iets breder, geloof ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nou ja, het dashboard, jongens, ziet er allemaal echt keurig uit. Ik vind het echt heel mooi. Nou, hier kan je mooi opladen, dat is ook super. En wat ik top vind, hier hebben we een la, dus dan heb je niet zoveel losse rommel hieronder. Dus dat vind ik ook wel top. Oh, dan hebben we hier de koelkast, dat is ook wel handig. De flessen blijven hier voorin koud, dus dan heb je die niet meer in je koelkast liggen. Daardoor is je koelkast, vind ik, wat kleiner. Maar ik heb ruimte genoeg. Dus dat maakt mij niet zo heel veel uit. En dan hebben we hieronder gewoon nog de schuiflaar. Dat is hetzelfde als eigenlijk in mijn auto. Dus ja, ik vind het een hele logische auto. Allemaal zeer mooi. Ook echt mooi afgewerkt. Met het, zoals hier ook, dat hout en zo. Vind ik echt heel mooi. Ik vind het allemaal echt heel netjes. Het enige wat ik dan weer jammer vind, maar ik ben misschien een Piet Lut, is zeg maar, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, zoals hier, dan krijg je heel gauw krassen van de sleutels en hier, dat kan tegenwoordig ook bij de DAF, dat ken bij andere merken al heel lang. Het stuur helemaal verstellen, dat is wel ideaal, want daardoor krijg je ook wel krassen hier snel. Dat vind ik wel jammer, want deze auto heeft pas 19.000 kilometer gelopen. Maar goed, net wat ik zeg, ik ben een Piet Lut misschien. Dus ja, dat vind ik dan wel weer zonde. Maar voor de rest heb ik er echt heel weinig op aan te merken. Hierboven hebben we trouwens ook nog vakken. Dat zit dan op deze kant ook. En dan heb je bij je bed ook nog een vak. En nog een USB oplader. Zie ik toevallig. Ja, jongens, het is wel af. Oh, ik vergeet wat trouwens, jongens. Luister, deze auto heeft spiegels en camera's. Waarom? Hier zit het scherm op, hier niet.
Dat komt door het chiptekort, het welbekende probleem op het moment. Daardoor moeten de spiegels op die auto, want anders kan ik het niet zien. En deze werkt nu ook niet. Dus dat aan de ene kant vind ik het wel jammer. Ik heb nog nooit met spiegels gereden. Dat had ik graag wel een keer willen doen. Al vind ik persoonlijk spiegels gewoon wel mooier. Dus, en deze camera, die zit hieronder. En dat zie je hier, de dode hoek. En daar heb je wel ontzettend veel zicht in. Dat vind ik wel een heel groot verbeterpunt met de dode hoek spiegel. Dus dat vind ik wel echt een pluspunt. Even wat proberen, jongens. Of jullie het zicht kunnen zien. Ik heb even een cameraatje voor de dode hoek spiegel opgehangen. En ik hoop dat jullie het daardoor kunnen zien, wat je ziet in de spiegel, in deze. Dit is het cameraatje. Ja, ik vind dat echt top. Dus ik weet niet of het werkt, dat gaan we zien op beeld. Dan lopen we nog een keer voorbij. Nou, hier hebben we het multimedia scherm. Dit is de navigatie. Daar heb ik al wel... Het is mooi, maar ik heb er al wel twee keer ruzie mee gehad. Maar dat is ook een kwestie van wennen. Omdat je je eigen navigatie gewend bent. Maar ik wil, omdat ik deze auto test, wil ik ook de navigatie natuurlijk uitproberen. Nou, voor de rest, zoals jullie zien, dit is gewoon net zoals elke andere auto. En voor de rest zit alle bediening keurig netjes op het stuur. En het is echt... netjes. Dit is trouwens je multimedia scherm, dus telefoon, radio, muziek, navigatie. Daar heb ik al verschillende keren ruzie mee gehad. En dan heb je hier nog Android, Apple CarPlay, chauffeurshandleiding en weblink. Dat is volgens mij ook navigatie. Maar daarom zeg ik, het ziet er allemaal keurig uit. Hallo, vier luisteraars van Theo, Sebop. Nou, deze is ook gelost, jongens. En we gaan nu een restaurantje zoeken. Het is klaar voor vandaag. Morgen weer laden. Vijf uur. Mooie tijd om bij de kroeg te staan. Dus ik ga eerst eens even een douche opzoeken. Dat ga ik eerst eens even lekker doen. Nou, proost. Ik wel verdiend. Nou jongens, ik ga eten. Nou, zoals jullie zien is die opgelopen naar 3,5. En vandaag heb ik ook maar anderhalf uur op de snelweg gereden. Voor de rest alleen maar binnendoor en heuvels. Dus dat valt niet tegen. Nou jongens, ik heb lekker gegeten. En nog een filmpje gekeken. En ik ga nu weer lekker slapen in dit tolbed. Maar nog even één dingetje. Kijk, je kan ook gewoon, het bed kan ook gewoon zzz, omhoog
Het is net een soort ziekenhuisbed, man. Ongekend. Je kan helemaal dubbel gevouwen worden, joh. En dit kan ook omhoog. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar... Het is ongekend. Ik weet niet hoe ver het gaat, maar... Nou, dit is helemaal top. Nou, dat hebben ze wel voor elkaar, hoor. Dat bed, daar kan echt niks tegenop. Maar goed, ik ga lekker slapen, jongens. Wel trusten. Goedemorgen. Nou, het is 7:30. En we gaan maar weer eens wat doen. En ik heb weer uitmuntend geslapen, jongens. Ongekend tapet. Je voudrais chargement pour Hollande, s'il vous plaît. 20 palet de référence PO23-2. Jongens, ik heb 20 ton met plastic korreltjes geladen. Dus zoals ik al zei, natuurlijk, ja, daar ga ik iets minder op in op het laden en lossen deze keer. Maar ik ga het jullie wel even laten zien dat de test natuurlijk wel eerlijk is. Nou, jongens, jullie zien hier, hier staan 20 van deze in. Dat zijn octobins. En er staan ja, dat is zeg maar een ton per pallet. Dat zit allemaal voor mijn plastic korreltjes. Dus dan zien jullie in ieder geval dat het eerlijk is. Nou, dan snappen we nog weer eens op. Ja. Nou is deze rit, dat moet ik wel even erbij zitten, wel een beetje bussen op de hand. Ik ben een verschrikkelijk zware vracht op. En natuurlijk alleen maar binnendoor. Ja. En terug natuurlijk ook. Ik heb 40 kilometer leeg gereden, 20 ton teruglaaien, gelijk weer. Weer helemaal binnendoor. Dus ja. Daardoor is verbruik natuurlijk, ik wil niet zeggen gemanipuleerd, maar het is natuurlijk wel zo dat je daardoor geen de 1 op 4 niet gaat halen met die auto. Dat is natuurlijk wel een beetje logisch en dat haal je waarschijnlijk wel op de snelweg. Dat ga ik proberen te laten zien op het eind, want als ik morgen over Parijs terug ga, dan kan ik dat wel laten zien. Dus ik denk dat je dat wel haalt, hoor. Maar dat gaan we meemaken. Nou jongens, het is 5:00 en ik sta alweer bij het restaurant. We moeten morgen nog één laaien. Dus vroeg klaar. Is jammer, maar helaas, het is niet anders. Nou, ik ben gisteravond vergeten deze opname te maken, dus dat doen we nu even. Nou goed, jullie zien, hij staat nog steeds op 3,5. Maar ik ga ook niet meer de 1 op 4 halen van de week. Dat geloof ik nooit. Omdat ik gewoon weer alleen maar zwart binnendoor gereden heb. En natuurlijk continu aan het gewicht. En ik heb zwart niet leeg gereden. Dus dat is eigenlijk wel redelijk logisch. En ik vind het eigenlijk best wel keurig.
gaan even naar de totale scores van de hele rit. De totale score is 78% qua rijprestaties. Wat ik zeker niet slecht vind, omdat het een vreemde auto voor mij is natuurlijk. Dus ik heb best keurig gereden, zeg ik het zelf. Nou gaan we naar de trip. 3,6 totaal. Valt zeker niet tegen, omdat ik continu aan het gewicht ben geweest. En veel binnendoor. Dus ik vind het best netjes. En hier ook, kunnen jullie ook zien dat je gewoon de 4,1 haalt de laatste 500 kilometer. Want het was alleen maar snelweg. Dus het nou kan. Mensen, dit was hem. Mijn rit Frankrijk met deze supermachine. Ik hoop dat ik hem zelf mag krijgen. Maar goed, dat is nog even afwachten. Ik heb hem in ieder geval goed getest. Veel binnendoor natuurlijk. Helemaal goed. Dat is wel natuurlijk een beetje bewust gedaan. Ik wil allereerst Verspuitrucks even bedanken voor de super uitleg. Ik heb vrijdag ben ik eerst bij hun geweest. Heb ik echt een uur uitleg gehad over die auto. Dat vond ik heel fijn. Die auto was keurig, schoon, netjes gewassen. Noem maar op. Dus dankjewel daarvoor. En ik wil Hartogt ook even bedanken. Nieuwe trailer erachter. Zeker voor de rit die ze gemaakt hebben. De rondrit, dat we die auto goed konden testen. Dus helemaal super. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Hoi hoi!